Ik heb het over mijn hoofd, jullie zien het. En, een hele goede morgen, zonder zorgen. Ik heb heerlijk geslapen. Wij zijn vandaag de dag begonnen met het huis helemaal te kruisen. Shirley heeft gestofzuigd. Ik heb gedweild en jullie zien het. Het ziet er weer spek en span uit. Yeah. Behalve deze bureau, die moet ik nog eventjes opruimen. Yes, ik ga eventjes richting de post. Er zijn 2 pakketjes dat ik moet gaan ophalen. 1 van Decathlon en 1 van Krom. Met allemaal Kanama's, dus dat gaat super vet worden. De toren wordt nog hoger, maar binnenkort niet meer. Want gisteravond is het echt wel ontploft. Er zijn super veel bestellingen binnengekomen. Dus nogmaals, een dikke shout-out naar jullie allemaal. En ik krijg meer en meer berichten van mensen dan tips vragen over Kanama Tricks. En al die shit. Dus misschien ga ik jullie vandaag een paar basics uitleggen. Wat het ook wel super chill is. Ik ga eventjes mijn doos erbij halen van de Krom. Als ik die nog heb, tenminste. Oei. De doos van mijn Krom. Weet jij die liggen? Van de Kurtram? Nee, van de pop. De pop. Van de pop? Ja, ik zeg Krom. Ik bedoel de pop. Oh. Ah nee, het is dit blaadje dat ik nodig heb. Dit zit in de doos van de pop. Dat wou ik jullie nog eventjes tonen, want dat is natuurlijk de ideale kanaal om te beginnen. En check. Dit is de basis van Kendama. How to big cup, dus daarmee bedoelen ze hoe dat je je balletje op je grote cup krijgt. En hier, how to spike. En daarmee bedoelen ze hoe dat je kan pinnen. Dus ja, als je deze Kanama koopt, heb je ook de uitleg en dan weet je van de eerste keer de basics. Hoppa. Goed, ik ga richting de post. Ik zie jullie later met super vette pakketjes. Yo! Shirley, stop mij niet met dadels eten. Want ze wil bevallen. Het schijnt, als je dadels eet, dan zou je sneller bevallen. Hoppa, kijk. Maar we hebben hier toevallig een heel pakket dadels, super vet, zonder pet. En het zijn nog lekkere ook. Normaal lust ik echt alleen maar van die mid-jewel dadels, van die echte goede dikke. Maar deze zijn ook nice. En ze zijn zonder pet. Die pet is er uitgehaald. Ik hoop niet dat ze dat genetisch gemanipuleerd hebben. Toch? Nee, hè? Nee, het is gewoon open. Oké. Ja, zo'n bedrijven is dat ook. Die zijn meestal zonder pet. En een vrucht zonder pet kan zich niet voortplanten. Dus ja, dat is uiteindelijk genetisch gemanipuleerd. Dadels zijn super lekker. Dat is eigenlijk op, het snoep hoor. Van de natuur. Wat? Ik ga bevallen, pas op. Oei, oei, oei. Ik dacht echt dat ik moest stoppen. Ik dacht dat ik hier op iets ging stampen. Holy shit. Ik was ook even bang dat je ging bevallen, sorry. Oké, dus van dadels ga je sneller bevallen, als dat nu een fabel is of niet. Het is moeilijk te meten. Stel je voor, ik eet 10 dadels, of ja. Shirley eet 10 dadels en een uur later bevalt ze. Is dat nu door die dadels of niet? Je weet het nooit, want uiteindelijk, het kan elk moment gebeuren. Nu kan het toch elk moment gebeuren? Ja. Vanaf wanneer is dat precies? Vanaf een paar dagen geleden, toch? Nou, ja, op zich kan het natuurlijk sowieso altijd gebeuren. Maar al sinds 2 weken eigenlijk mag het elk moment gebeuren. Mag het elk moment gebeuren. Zonder dat er dan medische dingen moeten gebeuren. Ja, maar het ideale zou 28 november zijn. Ja. Dat zou het ideale zijn. Nou ja, ja dat is precies 9 maanden dan. Ja, en 10 dagen ervoor of 10 dagen erna is eigenlijk ook nog ideaal. Ja. Ja, hè? Dus het is eigenlijk nog maar een paar dagen dat het ideaal zou zijn. Ja. Het is dat ik bedoelde. Ja. Yes. Oké, super top. Hopelijk gaat Shirley snel bevallen. Ja. Dat gaat leuk hoor. Dat gaat heftig worden. Dat gaat leuk worden. Dat gaat nog leuk worden? Tuurlijk gaat dat leuk worden. We gaan hier een zwembad zetten. Shirley kan in dat zwembad chillen. Ik ben wel blij dat je van plan bent om er een feestje van te maken. Sowieso. In het algemeen zijn bevallingen niet echt leuk. Waarover je leuk zegt. Nee. Ja, op het einde van de rit is het wel leuk, denk ik. Hoop ik. Ja, aan het einde is het wel leuk. Want dan heb je opeens een kindje. Sowieso. Ja. Dus ja. Oké. Dus ja, het wordt super leuk. We gaan er lekker van genieten. Hé, hey, lijpen.
Dit wordt leuk. We zijn ook echt benieuwd wat de katjes daarvan gaan vinden. Daar hebben we echt ook geen zicht op. Die katjes die hangen hier maar rond. Ze spelen hier een beetje, maar wat als er opeens een kindje uit jullie erbij komt? Wat gaan die katjes denken? Dat weet je niet, hè? Dat ga je toch nooit weten. Ze gaan sowieso heel nieuwsgierig komen kijken. Lijpen gaat sowieso van op tafel waarschijnlijk alles in de gaten houden. Ben ik 100% zeker. Ja. Boef gaat gewoon op het bed leggen. Ja, Boef gaat gewoon chillen. Inderdaad. Ja. Oké, ik heb dus een pakket dat bij de post ligt. De postbode was hier geweest. We waren blijkbaar niet thuis, dus ik heb het pakket gemist. En ik kon het nog maar van vandaag om 3:30 gaan afhalen. Dus ja, dat is een beetje kut. Dan gaan we morgen waarschijnlijk alle pakketjes opsturen. En volgende week arriveert dat dan allemaal bij jullie thuis. Super vet. Er was ook iemand dat zo twee kendama's, een kendama strap had besteld en ook touwtjes. Sowieso een dikke shout-out naar jou. Dat is echt wel het ideale pakket dat je eigenlijk kan bestellen. Dan kan je zoveel mee doen. Dan kan je kendama lekker meenemen. Kan je een keer een touwtje switchen. Ik ga dat binnenkort ook doen. Kan ik hier zo'n extra lang touwtje aan die popkendama hangen en een keer kijken. Net zoals dit dingetje, die Therapil. Dit touwtje vind ik persoonlijk niet lang genoeg. Die vind ik niet zo super lang. Dus bij elke Therapil dat ik ga verkopen, ga ik van mijn persoonlijke verzameling een touwtje erbij steken. Een rood touwtje. En dat zijn deze kramtouwtjes. Die zijn niet meer te koop omdat er nieuwe modellen zijn. Maar ik heb wel nog een paar verpakkingen. Dus ik steek een touwtje bij elke Therapil dat verkocht wordt. Super vet! Yes, let's go. Wij gaan het stad in, pakketjes ophalen, naar de feestwinkel en misschien nog naar de supermarkt of zo. Let's go, yo. Ondertussen hebben we de pakketjes opgehaald en we zitten hier lekker te chillen op een bankje in het midden van de stad. Kijk eens aan. Wat zien we daar? Oliebollen. Zouden we oliebollen hebben? Ik weet het niet. Ik weet van niks. Oei. Weer al betrapt. Toon ze een keer. Toon die oliebollen. Hoe lekker ziet dat er niet uit? Hier krijg je alleen maar honger van. Ja. En nu mag jij een proberen opeten zonder suiker te morsen. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Nee? Ik kan proberen wat ik wil, dat gaat niet gebeuren. Nee. Ik heb ook echt helemaal zwart aan. Oei. Het gaat sowieso mis. Nee, ik kan wel proberen dit te eten, maar het gaat niet charmant worden. Oh, het is nu al mislukt. Oei. Lekker? Ja, ik ga ook in. Eet smakelijk als jullie ook iets aan eten of aan het eten zijn. Joep! Oké, super vet. Ik heb de pakketjes en ik kan echt niet wachten om deze open te doen. Hoppakee, we beginnen met een pakketje van Decathlon. Hoppakee. Oh. Ik heb echt soms het gevoel dat ik heel de dagen pakketjes zit te unboxen. En als er iets is en leuk is, dan zijn het wel pakketjes dat bij je huis toe komen unboxen. Oké, dit is een ketting. Dit is voor de fiets die in Zandvoort kapot is gegaan. Oh, nice. Dit is voor in de winter. Als ik wil gaan surfen, dan ga ik zo'n dingetje dragen. Het pak dat ik heb is een 3-2 pak, maar ik denk met dit er bovenop dat ik er in de winter wel mee kan surfen. Dus dat zou wel goed moeten lukken. Oh shit. Damn. Tot 3 uur in het water. En dat is dus een extra pakje met een kapje. Dat zit allemaal verbonden, zo kan er ook geen water in lopen. En heb je een veel warmere feeling. Ik ga dat aandoen wanneer ik ga surfen. Jullie gaan het wel zien. Of misschien moet ik het toch een keer passen. Het gaat wel een keer passen.
Ik heb het over mijn hoofd. Jullie zien het. En het spant. Holy shit. Maar bij een wetsuit is dat altijd. Het spant en dan ga je in het water en zet het een beetje los. Maar dit komt helemaal goed. Lekker warm. Ook voor je oren in de winter. Als er iets koud is in koud water, dan is het echt aan met je hoofd onder water gaan. En je oren, die worden zo koud. En daar heb je het makkelijkste last van. Dus dit beschermt je oren. Yo! We gaan verder. En ik ga me terug aankleden. Yes, wat hebben we nog? Versnellingsapparaat, die was kapot. En remblokjes, die mochten eigenlijk ook vervangen worden. En een kettingbreker, want ik heb geen kettingbreker. En dat is eentje van Decathlon. Voor BMX kettingen zou ik sowieso een keer kijken op de Bunny Shop. Als je daar een goede kettingbreker kan vinden, die zijn veel beter. En deze werken meestal niet zo goed voor BMX ketting. Dus ja, dat is wel goed voor een normale ketting. En omgekeerd ook, als je zo'n kettingbreker hebt, bijvoorbeeld de Shadow Chain Tool, die werkt het best op Shadow ketting. En Shadow ketting zijn niet voor niks de allerbeste kettingen ter wereld. In BMX heb je bepaalde parts en die zijn gewoon het best. En een Shadow ketting is daar een voorbeeld van. Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar bepaalde riders die gesponsord worden, en die kunnen ook een gratis ketting van een sponsor krijgen. En die nemen alsnog een Shadow ketting, omdat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt met welke ketting dat je rijdt. Een ander frame met andere stickers kan je niet nemen, maar een ketting, dat maakt niet zoveel uit. En als je dat vaak ziet, en je hoort bijna nooit aan die kettingen breken. En als ik een Shadow chain rijd, dan rijd ik er echt 2 of 3 jaar mee. Dat is echt insane hoe goed dat is. Shadow zijn de beste kettingen. En ze zijn ook gewoon het duurst. Dus ja. Yes, hier is mijn mes. We gaan dit pakketje openen. Want hier kijk ik echt naar uit. Oh, en inderdaad, er zitten kendama's in. Maar er zit nog iets in waar ik echt naar uitkijk. Iets dat me terug gaat brengen naar mijn jeugdjaren. Oh, ik ben stoked. Maar joh, waarom krijg ik dat niet meer? Ze beginnen dat beter en beter te verpakken elke keer opnieuw. Hoppa. Wow, dit blijft staan. Oh, stickers. Yes, die heb ik speciaal gefixt voor jullie. Dus wie dan een kanaal bestaat, krijgt terug een sticker. Oeh, het is het eerste dat ik tegenkom. Het is het eerste dat ik tegenkom. Hoppakee. Het is het eerste dat ik tegenkom. Yo-yo, een Spinstar yo-yo. Dat is een super goede yo-yo. En als jullie ook eentje willen, ik ga ze online zetten. Dit zijn hele goede yo-yo's. Dat zou het toch moeten zijn? Voor beginners en gevorderden. Wing shape for long spins and tricks. Oeh, dus dat betekent dat we hiermee kunnen spinnen. Yes, ik ga deze straks openen. Ik ga nog eventjes wachten. Oké, we hebben hier terug een hanger. Die verkopen goed tegenwoordig. Yes, en dit hebben we ook terug. Holy shit, voor de verpakking alleen zou ik het al kopen. Extra touwtjes, we hebben er een neon en we hebben normale. En in de normale moet je maar even kijken op de binnenshop welke kleuren dan er allemaal in zijn. Oeh, yes. De Halloween editie zit er terug in en die is ondertussen ook al terug verkocht. Raar maar waar, de zwarte popkendama verkoopt heel goed. Aan de ene kant niet raar, want het is wel iets origineel. En ik weet niet als het al zo lang uit is, maar het is de eerste keer dat ik er zo aan raak. Oh shit. De pil. We hebben er 3, hoppakee, dus als je eentje wilt, wees snel. Ik denk dat er al 2 van de 3 uitverkocht zijn, dus wanneer dat die video online staat, zijn er waarschijnlijk altijd nieuwe onderweg. Dus geen vrees, die pil kan ik voorlopig nog volle bak aangaan. Hoppakee. De pop in het paars en het geel. Ik heb bijna altijd alle kleuren van pop. Als er eentje wordt verkocht, dan ga ik hem direct opnieuw bestellen. Dat doe ik gewoon gelijk met de volgende lading. Oké, deze kendama heb ik terugbesteld.
Omdat ik er waarschijnlijk misschien een keer zelf mee ga spelen ook. Maar ook gewoon omdat het... Prijskwaliteit is dit de allerbeste kendama. €35 en je hebt een pro-shape. Je hebt gewoon een kendama met de allerbeste shape. Grote cups, grote bal, lang touwtje. Je hebt het gewoon allemaal voor €35. Dit is de allerbeste deal. Als je €15 extra over hebt, kan je dit kopen. En ik vind persoonlijk de AK-shape nog beter. Deze is AK-shape. Voor de mensen die niet echt mee zijn in de kendama-wereld. Je hebt verschillende shapes. En ik heb 3 van die UFO's. Ik kon er nog 3 bestellen. Ik wil er sowieso eentje voor mezelf. En ja, deze is gewoon zo vet. De Keardrap is volledig uitverkocht. Er zijn er heel veel van verkocht. Ik heb er ook rechtstreeks van mijn leverancier verzonden naar homies alleen aan besteld. Omdat er gewoon zoveel waren. Iedere keer dat ik een kendama unbox, verkoopt die altijd redelijk goed. Maar dit zou misschien wel mijn volgende kunnen worden. World Champ Owned and Endorsed. Zeg ik dit. De stick is zo vet. Er zijn allemaal van die details ingegraveerd. Ik zou zeggen, als je een UFO wilt, wees snel. Want voordat je het weet zijn ze weg. En ik kan momenteel niet meer aan de Keardrap geraken. En met de Keardrap bedoel ik deze. Hier kan ik voorlopig niet meer aan geraken. Die is overal uitverkocht. Yes. Hoppakee, we hebben de Jody Barton in het roze. Dezelfde als deze oranje. Maar dit was eigenlijk de Halloween editie en die hebben ze al altijd. Dus dat is gewoon de roze editie, ook gewoon mega vet. Is trouwens ook al verkocht. En dat was het. Oeh, dat was het. Het was een kleine lading, maar dat is goed. Dat is heel goed. Oh shit. Ik ben benieuwd naar deze jojo. Ik weet nog vroeger dat dat een dikke hype was, die jojo's op school. Iedereen had erin. Hoppakee. De volgende keer ga ik een ander model bestaan. Ik kan aan meerdere modellen geraken. Holy shit. Er zitten nog instructies bij. Ik vraag me af als deze goed kan spinnen. Of hoe dat je moet spinnen. Hoppa. Dat is de eerste trick. Dat was de trick dat ik altijd deed toen ik klein was. Als jullie de yo-yo hype niet hebben meegemaakt, dat kan. Hop. 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 Ik vraag me dan ook af als deze echt kan spinnen. Er staat wel Spinstar, dus is er sowieso een spin, maar normaal zitten hier allemaal van die veren in. Dus ik ga een keer lezen hoe dat het moet. Oké, super vet. Ik heb het gevonden toen ik deze jojo kan laten spinnen. Hoppa. Gewoon laten vallen en niet terugtrekken. Als je terugtrekt, dan komt dit terug. En als je hem gewoon laat vallen, dan begint hij te spinnen. Hop. Hop. Oké, dit is nice. We hebben nu al de Terrapil. We hebben de Kanama. En dan kunnen we beginnen met het Bunny Circus. De Bunny Circus Show. Dus als ik zo doe en ik laat hem sneller gaan, ga ik opeens een mega goede spin hebben. En dat is volgens mij het moeilijkste, om op hoge snelheid te laten spinnen. Oh. Want als je die gewoon laat vallen, heb je niet zo hoge snelheid. Snap je? Oké, als er iemand ervaring heeft met jojo's, laat het weten in de comments. Dit is sickening. Oh.
Ondertussen staan alle kanawa's hier terug bij de stok. Jullie zien het. Och, deze is ondertussen ook al verkocht. Dus deze mag hierbij. En als jullie hier jullie kanawa zien staan, deze wordt zo snel mogelijk opgestuurd naar jullie. Yes! Shelly heeft lekker eten gemaakt. Kijk eens aan. Bloemkool, witte saus, puree en dit zou vis moeten zijn. Dus ja, in een lekkere saus. Eet smakelijk. Als jullie ook iets gaan eten of aan het eten zijn, wij gaan lekker genieten. Yes, we hebben een oliebolletje opgewarmd als dessert. Of ja, Shirley heeft dat gedaan. Ziet het eruit, wel super lekker. Zo'n oliebol op een taartbordje. We hebben vandaag een record aan kendama's verkocht. En ook de gadgets. Die vliegen er ook door. Dus binnenkort komen er weer allemaal nieuwe spellen. En ik shout-out naar jullie allemaal voor de support. Ik kan het bijna niet geloven. En kijk eens aan, Shirley heeft de jojo in haar hand. En je hebt een drukje toch? Sowieso. Check dit. Oeh, hij spint. Yeah. Wat is jouw techniek om die jojo te laten spinnen? Want mij lukte het niet op het begin. Mijn techniek, ik weet het eigenlijk niet. Gewoon naar beneden doen en dan stilhouden. Ja, dat is de techniek. Dat is het gewoon. Inderdaad. Ja. Ja. En als je, ja, want als je beweegt dan... Hop. En dan? Nee, ik heb verder nog geen coole tricks. Ja, pas op. Nee. Geen vuil. Oké, ik ga die trick een keer doen. Okay. Ik had daar net een trick. Oké, de bedoeling is dat ik hem omhoog gooi, dan terugzwaai en dan laat spinnen. Maar dat lukt niet altijd. Hoppakee. Oh, joh. Het is echt nog moeilijk. Ja. Oh, twee spinners. Nice. Shit. Ik heb de laatste tijd zoveel pijn aan mijn rug. En deze avond was het ook niet chill. Ik kan niet in de zetel zitten met rugpijn en genieten. Dat kan ik gewoon niet. En dat heeft ook invloed op mijn humeur. Dat is niet chill. Dus ja, gelukkig kan ik nog een beetje kendama spelen. Als ik recht sta, is het wel beter. Maar als ik zit, is het echt niet te geloven. Ook tijdens het editen. Het is zoveel pijn. Het is fucked up. Ik heb mijn vlog van gisteren ook nog altijd niet kunnen editen. Want het is gewoon te veel pijn. Ik ga misschien een van de dagen kijken om mijn bureau hoger te zetten. Dat ik rechtstaand kan editen. En... We moeten de techniek laten onderzoeken. Ik denk dat het terug een beetje uitstraling is van mijn hernia. Misschien ga ik terug zo een cortisonespuitje krijgen. Ik weet het niet, maar ik word er niet gelukkiger van. Ik heb al zo lang niet gebiomixed. Misschien is het van die ene keer dat ik op mijn skateboard naar buiten ben gegaan. Maar ik weet het zelf niet meer. Ik weet het gewoon zelf niet meer. Ik probeer zoveel mogelijk mijn oefening te doen. Die basic fit is ook nog altijd onmogelijk om binnen te gaan. Ik ga binnenkort gewoon naar daar gaan en mijn Belgisch account en een Nederlands account verswitchen. Dat is echt wel kut. Ze hebben waarschijnlijk gewoon al die Belgische accounts geblokkeerd, zodat ze geen last hebben van Belgische toeristen in basic fit clubs aan de grens. Maar ja, ik heb gewoon een Belgische pas. Ik kan daarmee in elke basic fit, maar tijdens corona kan ik niet. Omdat België een verbod heeft op sportscholen en dan hebben ze gewoon je kaart ook geblokkeerd. Heel kut, maar het is wat het is. Dus ja, we gaan kijken om een Nederlands account aan te maken en dan terug lekker te gaan trainen. Die rugspieren versterken, buikspieren versterken en hopelijk dat die rugpijn weg is. Ik wil die rugpijn voor altijd weg. Ik heb het echt helemaal gehad. Als je er echt soms pisser door loopt, dan is het voor niemand leuk. En ik zou echt gewoon er niet
Of ja, ik ben er niks van willen aantrekken, maar dat ga je niet. Dat ga je niet. Dat maakt me echt helemaal gek. En ik heb er echt geen zin meer in die fucking rugpijn. Ik ben het koud. Beu. Soms slaap ik goed, soms slaap ik slecht. En ik weet gewoon nooit wanneer dat komt. Soms is de rugpijn daar, soms een week niet. Dan weer wel, dan weer niet. Ik ben het kotsbeu. Dus ja, hopelijk kunnen we die rugpijn binnenkort voorgoed wegkrijgen. Al die dingen dat ik normaal ook deed, af en toe een keer gaan zwemmen en al die dingen, dat kunnen we nu niet doen in de winter. Een keer een sauna is ook gewoon goed voor je rug. Daar heb ik wel nog een keer zin in, maar dat kan allemaal nu niet. Dus ja, it is what it is. We gaan er sowieso het beste van maken. Ik blijf positief, maar deze avond was niet chill. Mijn rug deed zoveel pijn. Ik heb niet in de zetel kunnen chillen. Ik heb gewoon een beetje kendama gespeeld. Als ik recht sta, is het minder. Maar dan moest ik toch wel eventjes kwijt. Die rugpijn voelde echt niet goed. Dus bij deze mensen. Bedankt voor het kijken. Like de video. Deel de video met al je vrienden. En ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog. Ik ga nog een lekkere douche nemen. En dan lekker gaan slapen. Peace out. Ciao, ciao. Yo.